ga een van mijn allerlekkerste amuses voorgerecht maken die er maar bestaat. En dat is wel met gerookte paling en een brioche. Brioche, dat is een zoetig broodje. En het is super leuk om daar de korstjes mee af te snijden en dan eventjes rondom op te warmen, te bakken, te toasten in de pan. En dat ga ik eventjes doen. Ik heb hier een zaag. Ga ik eventjes de korstjes rondom eraf snijden, zodat ik een paar vierkante mooie stukjes brood overhoud waar ik de paling op kan serveren. Dan heb ik drie mooie rechthoekige brioche broodjes gesneden en die ga ik eventjes toasten in wat olijfolie. Een druppeltje olijfolie erin, ongeveer drie eetlepels. Gaan we rondom mooi eventjes aanbakken. En omdat het zoetig brood is, brioche is een zoetig brood, gaat de buitenkant een klein beetje karamelliseren. Ga ondertussen dat het brood eventjes aan de toast is, gaan wij de paling snijden. Mooie rechte plakjes, die zo meteen weer precies passen op het brioche brood. De paling houden we even apart. Dan wil ik ook wat crème fraîche gaan gebruiken, omdat het zoete brood, het zoute en het vette van de paling weer heel mooi in combinatie in balans komt. En de combinatie heel mooi is met wat crème fraîche, een beetje frissig. Zo ook een komkommetje om af te garneren, brengt hem heel mooi in balans. Dan neem ik die spuitzak even in de hand. Dan neem ik twee eetlepels. Flinke eetlepels. We hebben niet alles nodig, maar die kunnen we morgen weer lekker gebruiken voor de toetjes. Als ik die even aandraai. Kijk, en dat is wat ik bedoel met toasten. Aangebakken korstje komt er aan op brood. Een beetje in beweging houden. Dan neem ik eventjes een knijpje. De zoete broodjes even te draaien en in beweging te houden. Nou, je ziet al dat het echt heel mooi kleurt. Als het ware een krokant korstje aan dat brood. Het is zo meteen weer heel lekker dat het warm is. Een krokant korstje aan het brood. Het zoutige en het crèmige van de paling. Het rokige smaakje eraan. Het frisje van de komkommer. En dat maakt een heel mooi geheel en een fantastisch lekkere amuse of voorgerecht. Zetten we het gas alvast uit, want die pan is heel warm. Dan gaan we ondertussen even komkommers snijden. Ik neem daar een klein stukje komkommer voor. Ik haal het schilletje daarvan af. En dan wil ik eventjes de binnenkant daaruit vandaan lepelen. Dat doe ik door hem door de lengte door te snijden. En eventjes met een lepel de binnenkant eruit te halen. Even de zaadlijsten eruit. Als we dan deze opzij leggen, dan kun je daar hele mooie gelijkmatige blokjes van snijden. Dat noemen ze weer brunoise. Die houden we even apart. Ja, en ondertussen zijn de broodjes prachtig mooi gekleurd. Ja, en op de brioche komt de paling. En op die paling, daar spuit ik wat van de crème fraîche. Daarop doen we wat komkommer. En dan maak ik het helemaal af met een klein beetje dalmatie. Dat is wat grof peper en zout. En daar gebruik ik heel weinig van. Maar daar garneer je hem heel mooi mee. En dan heb je toch nog een klein knispertje ook buiten het krokante broodje om. Van dat zoutje wat hierin zit. Dit is eigenlijk ja, best een simpel gerechtje. Met maximaal... Ja, het zijn 4-5 ingrediënten, maar met een heel mooi resultaat.